Goedemiddag, ik wilde weer iets leuk laten zien wat ik bedacht had. En dit keer gaan we een leuke verpakking maken met de kerstcollectie van Art by Marleen. Er bestaat in totaal bestaan er vier soorten. Dus een met de kerstman, met een kerstboom, soldaatje, met ballen. Helemaal leuk. Maar ik ga vandaag aan het werk met deze twee en de teksten. Ik laat zien wat ik ermee ga maken. Ik laat hier nog eventjes zien wat ik nog meer gebruikt heb. Nou, in dit geval een verpakking met vaccineslichtjes, 6 erin. En die gaan we straks namaken. Ik ga proberen daar ook een pdfje van te maken voor degene die... dit kunnen kopen. Dus ik had deze gewoon bij een willekeurige winkel hier gekocht. Verder gebruik ik de stansen set van de kaarten. De frame set van Art by Marleen. Ik heb het waterverf van Art by Marleen. En verder gebruik ik altijd nog wat stikkels. Omdat ik van glitter hou. Kortom, we gaan er even een feestje van maken. Een leuk cadeautje om weg te geven tijdens de kerst. En we gaan beginnen met de verpakking. Nou, eigenlijk is dat heel makkelijk. Want je haalt zo'n verpakking haal je even uit elkaar. En heel voorzichtig. En dan doe je met, even aan de kant schuiven. Dan doe je met een potlood. Ik weet niet of hij hem oppakt. Met een potlood doe je hem overtrekken. En dan ga je hem gewoon uitknippen. Nou, daar ga ik nu aan beginnen. Ondertussen heb ik hem helemaal uitgeknipt en even gerild aan de binnenkant. Ik ga nu dit vakje uitstansen. Ondertussen heb ik de sterretjes ook alvast uitgestanst. En dan ga ik zo meteen de frame nog even doen. Tot zo! Nou, dan gaan we weer verder. Ik zal nog even deze rand erop plakken. Ik heb hem... Twee stansjes heb ik hem uitgestanst. En de andere ook eigenlijk, behalve die, dat gat. Dat is één stansje. Moet ik wel even goed kijken. Ik hem... Ja, zo moet het erop. Ik kan niet verkeerd erop doen. Dan krijg je ook een beetje een leuke diepte. Af. Nou. In beeld. Dan zit ik ernaast. Is dat goed? Ja, dat is goed. Zo gelijk, want dan zie je heel erg het randje. Dat vind ik lelijk. Zo. Kijken, we hadden hier eventueel nog een folietje tussen kunnen doen. Had gekund, maar daar hou ik niet zo van. Dat is allemaal extra werk. En zoals jullie me kennen, ben ik altijd van groot stappen snel thuis. Want het is een cadeautje, een kleinigheidje. En als je er veel van wil maken, ja, dan ben je tot Sint-Juttemus bezig. En gaan we deze erop plakken. En dan zien jullie zo meteen het eindresultaat. Nou, bedankt voor het kijken alvast. En tot de volgende keer.